Maar vrede wordt in ons geboren, juist in die wereld vol smart. Mag men een lichtpuntje laten gloren, de gloed van liefde uit ons hart. Een prettig kerstfeest aan u allen. Maar het is gewoon jammer dat je twee volle stadions, mensen die een dagje uit hadden gehoopt te hebben, dat het niet doorgaat. Maar... Wat vond je de keuze van de burgemeester? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik bedoel, hij heeft een grote verantwoordelijkheid natuurlijk. Dus dat betreft, dan kun je hem niks kwalijk nemen. Maar dat niks met de hele situatie te maken. Ja, maar dat heb ik net gezegd. De agent zegt zelf ja tegen zo'n salaris. En ik bedoel, hij kan ook bij een particulier beveiligingsbureau gaan werken. Dan heeft hij misschien hetzelfde werk. Dan loopt hij misschien alleen niet met een propperschietje. En dan heeft hij meer salaris. Maar ik bedoel, als hij zelf bij die politie blijft, moet je niet zeuren. Ik was met z'n allen, als je voor het politiebureau gaan blokkeren, dan komen ze met grote wapenstokken naar buiten, want wij mogen niet protesteren, slaan ze ons helemaal verrot. Ik bedoel, en wie heeft nou die agenten tikjes gegeven dan? Dus ze protesteren helemaal niemand. Maar AZ is toch geen risicowedstrijd? Nee, maar goed. Je hebt met zoveel mensen te maken. Bijna 50.000 mensen hier. Ja, er hoeft maar iets te gebeuren, dus dat kan ik me wel helemaal voorstellen. Dus je excuses nog aanbieden? Onder zware druk van de eigen vereniging? Nou, als je KNVB. Ik bedoel, als je op zaterdagavond kerstballen hebt, dan moet je op maandag en dinsdag ook kerstballen hebben.